Shake up the happiness. Wake up the happiness. Dit is ook mega mooi. Poetje geurtje. Afspraak ging heel goed. Ik vertel jullie later wel wat meer over. Dat kan ik nu helaas nog niet zeggen. En nu vraag je vast af of ik ben geslaagd. Goedemorgen lieve mensen. Ik zie er niet uit, I know. Het is vandaag maandag en dit is alweer een nieuwe V-vlog. Leuk dat jullie kijken en we gaan gewoon lekker beginnen. Als allereerst, ik ben vrij, ben ik elke maandag. En ik was heel erg vroeg wakker, want ik sliep bij mijn vriend. En hij moest naar school en ik fiets dan altijd mee. Ik kan ook blijven liggen, maar daar had ik even geen zin in. Best wel kunnen doen. In ieder geval, ik wil vandaag bezig met een paar dingen. Ik wil theorie leren, want ik heb vrijdag... Oh my god, dit weekje is echt intens. Ik heb vrijdag turbotheorie. Dus de hele dag knallen en strijden. Ik ga woensdag naar de kapper. Wat een topweek. Ik heb zaterdag met vriendinnen gourmetten en gezelligheid. En helemaal leuk. Dus het wordt een helemaal leuk weekje, behalve vrijdag. En vandaag wil ik even productief doen. Want ik wil dit allemaal schoonmaken. Ik heb hier allemaal prutjes nog staan. Ik moet een campagnefoto gaan maken hiervan. Ik wil theorie nog leren. En ik wil nog andere dingen voor school doen. En ik moet die tas die je daar ziet, Dardo, die wil ik ook nog even uitpakken. Want ik heb allemaal cadeautjes gekregen. Met pakjesavond met mijn schoonfamilie. Dus ik wil allemaal nog leuke dingen doen. En prutsen en doen en leren. En dus een productief dagje. Vanavond kan ik niet werken, want ik heb een afspraak staan. Dus dat moet ik maar gaan doen. Voor nu ga ik dit even allemaal fixen. Oh, en ik moet even mijn tanden poetsen. Ik stink dan. Het gaat weg, want deze was kapot. En daarvoor heb ik een nieuwe van de Primark. Topje dicht. En dit is de Before. En hier heb ik ook nog allemaal parfum. Yay. Echt erg. Ja, ik heb kerstmuziek op. Maar deze was dus kapot. Tenminste, ik deed hem aan zaterdag. En toen zat er een gat in opeens. En dat vond ik echt niet leuk. Er was gewoon een naadje los. Maar mama heeft hem gemaakt. En ik zie niet eens meer waar het gat zat. Yay, wat is mijn lievelingsbroek? Weet je wat het beste aan deze cadeaus zijn? Al die chocola. Moet ik nou ongesteld worden? Kan ik hier aan vreten, jongen? Niet te zuinig worden. Mocht je trouwens al Olympia hebben gewild, of die andere van Olympia. Deze zijn namelijk best wel duur. Deze ruikt er precies hetzelfde na. Dit heb ik dus gekregen. Dus hij is zo lekker. Ook een bijpassend deeltje. Maar dit ruikt dus precies hetzelfde als Olympia. Dus mocht jij die nou willen. Ik weet niet waar die vandaan komt. Kun je wel opzoeken, denk ik. Larif op internet. En ik heb nog een dupe. Dus dit is een dupe van Olympia. En ik heb er nog één. Die heb ik namelijk ook aan mijn zus een keer als cadeau gegeven. Ze heeft hem ook al op, zie ik. Deze deed ze bijna elke dag op, doet ze deze. Angel. Oké, heel erg overbelicht. Angel Heart. Deze was gewoon bij de Ethos te koop. Was echt maar 10 euro. Precies als Olympia, dat geurtje. En je hebt hem dus in deze set. Met dit deeltje erbij. Dus nu heb ik gewoon een deo en een parfum. Die ruiken naar mijn Olympia. Yummy. En zo, en het is alweer even wat laat. Ik ga even trouwens mijn labello opdoen, want mijn lippen zijn echt heel droog. Maar ik heb campagnefoto's gemaakt en ik ben echt vol van de trap gedonderd. Echt, what the fuck? Echt, ik gleed uit en ik had een tas vol met allemaal producten wat ik nodig had voor de foto. En accessoires en zo. En ik gleed mijn partijtje uit, jongen. Oh, ik ging van boven naar helemaal naar zo doek, doek, doek op mijn tas. Ik dacht, kut, alles kapot. Alles nog heel. Maar ik leef nog. Wat ik wou zeggen is dat ik de campagnefoto's heb gemaakt. Ze staan ook al op mijn Instagram. Accountje en mijn Instagram is Floor Delver. Hashtag zelfpromotie. Dat is dat. Ik heb ook even random net besloten dat ik deze week een winactie online ga gooien op mijn Insta. Dus mocht je mee willen doen, dan staat hij al online als jullie dit zien. Dus dan kun je nog wel even meedoen. Het is 11 uur. Ik ga zo even lekker tosties eten. Nu nog niet, want het is nog iets te vroeg. Maar ik heb honger als een paard. Dus ik ga straks even tosties maken. Dat heb ik echt een eeuw niet meer gegeten. Daar heb ik echt even zin in. En ik neem mijn laptopje mee en dan ga ik even werken. Of nou ja, werken, bezig. En ik ben blij met de foto's die eruit zijn gekomen. Echt leuke kerstfoto's. En ik heb ze nog helemaal leuk nabewerkt. Vind ik echt leuk om te doen. Ik heb trouwens mijn paalwit horloge waar ik dus net een campagne voor moest maken. En armband. Ook weer om. En ik vind ze zo mooi met die Laurens erop. Ik ga deze zeker even vaker dragen. Want ik vind het echt heel cute. Hoe lekker is dit? Chocola. Oh my god, ik ga hiervan genieten. Kijk hoe groot. Zo, het is lekker donker, maar oké. Ik heb
even besloten om mijn sok te laten de hele tijd uit. Ik word er niet goed van. Ik ga een theorie-examen maken. Ik ga even huilen, want ik haal hem nooit. Dus daarom ben ik ook wel heel erg benieuwd naar vrijdag. Maar als het goed is, lukt dat wel. Want ik heb altijd maar één fout te veel of zo. Ik ga even de borden doornemen en dan ga ik een examentje maken. Oh jongens, ik heb zo geen motivatie. My god. Kijk een keer hoe perfect deze kop is. En vooral dat schuim erop. I can't. Het is toch perfect. Love it. Hoor je het knapperen? Sorry, even ASMR. Oké, doei. Oh my god. Ik had 1 uur en 20 minuten aan beeldmateriaal. Heb ik er dit van gemaakt? Ben ik bijna klaar? Ik ben bijna bij de 31 minuut. Loopt die vast? Oh my god, dat ga je toch niet menen, hè? Ik ben letterlijk de hele middag hiermee bezig geweest. Oh my god, nee, dat was de vorige keer ook zo. Toen moest ik alles overnieuw doen. Oh my god, hij doet het. Oké, snel even opslaan. Oh, dikke stress. Zo, ik ben ready om te gaan. Ik heb me even snel gedoucht, opgemaakt, haar gekamd. Ik heb dus een afspraak nu zo, daar ga ik nu heen. Ik ga daarna eten, want het is 5 uur. En afspraak is 5:30, dus ik ga daarna gewoon lekker eten. Ik denk wel dat ik honger dan heb. Luchtje die ik op heb is deze van 007. Super lekker. Dus ik ga nu vandoor en ja, ik heb nu al honger. Zo, ik ben even aan het lopen naar mijn moeder. Naar mijn moeder, ook die van mij. Sport 212 gebeuren. Afspraak ging heel goed. Ik vertel jullie later wel wat meer over. Dat kan ik nu helaas nog niet zeggen. Maar ik ben er wel heel enthousiast over. Dus hopelijk gaat dat door en dan kan ik het jullie melden. Oh, en het is nu heel erg donker en koud. En nu ga ik even een half uurtje bij mijn moeder kijken bij sporten. Want het was heel dicht in de buurt. Ja, dan kan ik met haar weer mee terug. Geinzinnig hè jongens. Oh, het is hier druk jongen. Maar je ziet de helft van het verkeer mij ook niet. Hij reed het half dood. Maar goed, ik vertel je later hier meer over. En ja, ik ben er bijna. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En deze klokken lopen niet goed, dan weet jullie dat. Want heel vaak zeiden ze, oh het staat dat het, weet ik veel, 1:15 is. Dus hoezo vroeg, maar dit klopt helemaal niet. Want het was toen een keer stroomstoring en sindsdien is dat altijd kapot. We hebben daar een klok en daar kijken we naar. En ik ga naar school. Ik heb vandaag het dagje van 8:30 tot 4:15. Lange dag. Mijn tas is ook echt loeizwaar. Ik heb een scrunchie in. Een leopard of panter. Topje van Chiquelle. En zwarte wijde broek van Chiquelle. En moeswantend schoentjes. Dat is wat ik vandaag aan heb. Morgen naar de kapper. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb een groot glas met multivitamine, water. Ik heb zoveel dorst. Ik moet nog best wel wat doen vandaag. En het is 3:15 en les was verschoven, super chill, doordat ik eerder vrij ben. Oké, ik moet mijn vlog afediten, theorie doorlezen, mijn samenvatting, verslagje maken en dan 2 dingen van school uitprinten. Dat is wat ik ga doen en dan ga ik lekker douchen vanavond en even vanavond lekker chillen. Morgen ga ik naar de kapper, ik heb er heel erg veel zin in. Ik denk dat ik mijn vlogcamera lekker ga meenemen en dan ga ik gewoon daar vragen of ze het erg vinden als ik ga vloggen of als ze dat goed vinden. Dus dat zie ik dan wel. Dat zien jullie dan morgen of straks ook. Dus ik ga nu even lekker bezig. En ik ga chocola eten. Zo, ik heb even geëdit. Ik hoop dat je me hoort, want ik heb een bad aanstaan. Ik ga even knotje in mijn haar doen. En make-up eraf halen. En maskertje opdoen en in bad. Met de bruisbal die ik heb gekregen met Sinterklaas. Ik wil even lekker chillen, echt zin in. En ik heb zoveel zin in morgen dat mijn haar weer lekker geverfd wordt. Kijk, zoals je ziet heb ik wat warmere kleuren, maar ook grijze kleuren. Maar op zich ben ik wel tevreden met mijn haar, maar ik vind het wel even lekker als ik de touch-up krijg. Maar goed, ik ga het make-upje straks halen en een masker opdoen. Mijn huid is op zich best nog wel weer goed. Ik had vorige week best wel wat vuisten, maar het is ja, wel lekker. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag en ik ga naar de kapper, dus ik neem jullie snel mee. Ik heb me even opgemaakt en mijn haar is nog stijl van zichzelf. Dit is before. En mijn haar is zo statisch. Dat is niet normaal. Zoals je ziet gaat hier al de kleur eruit. Ik ben heel erg benieuwd, ik ga balayage verven als blond zeg maar, als een grijs. Ja, ik heb er zin in, ik heb weer de outfit aan zoals altijd. Dezelfde, dat ik gewoon helemaal... top. Deze outfit is gewoon helemaal top. En ik ga er vandoor. Vanavond ga ik sporten als ik op tijd terug ben. Anders moet ik me even op tijd afmelden. Dus we gaan het zien. We gaan naar de kapper en ik neem jullie gezellig mee als dat mag.
Dit is mijn haar trouwens. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Mooi, hè? Draait ook lekker. Je ziet ook nu niet goed meer mijn uitgroei, zeg maar. Helemaal leuk. En nu zijn we trouwens bij de Mac. Dat is het krietje. De vanille komt eraan, hoor. Klaar, ja, mee. Dank je. Dank je. Sokken. Ja, die komt er ook nog aan, anders zag ik het weer. Ah, leuk. Hij is heel leuk. Lekker. Dan is hij echt vers. Daarna gaan de frietjes en de sokken voor. Sokken gratis en dan frietjes voor 1 euro. Daarom zijn we er. Dankjewel. Hey, doei. Joehoe, de sokken. Oké, okay, jongens, ik laat jullie even mijn haar zien. You and taught me, even when you're not around. Zo mensen, ik ben thuis en het is zo mooi. Het wordt echt heel erg mooi. Ik heb foto's op mijn Insta-story gezet. Dus als je dat hebt gezien, dan weet je hoe het eruit ziet. Alles weer één kleur, zeg maar. En nu kan ik het gewoon lekker vaak wassen met zilver shampoo. Want dat moet natuurlijk sowieso om te onderhouden. Ik ben net Mackie geweest en ik ga nu even deze lamp opruimen. Ik heb even foto's van mijn haar gemaakt. En even video inplannen. Ik wil ook nog gauw even een nieuwe video opnemen, maar ik weet niet zo goed wat. Maar dat komt. Nou, de kerstsokken zijn een feit hoor. Ik heb maatje 43 tot 46, dus dat is helemaal top. Ik weet alleen niet zo goed wat hier zo kerstig aan is. De kleuren rood en groen misschien, maar vorig jaar waren het nog helemaal kerstbomen. Maar goed, helemaal top. Zo, het is alweer donker en ik heb mijn sportoutfitje aan. Ik heb dit shirtje aan van een NK van vroeger, sport-BH. En mijn nieuwe sportlegging. En hij is echt zo mooi. Want hij heeft dus hier van dat gaas. En hier ook. En dat vind ik echt heel mooi. En nice. En hij zit ook lekker hoog. Want als het dan warm is, dan kan ik hem uitdoen. Of whatever. Van boehoe. Ik moet zeggen, ik heb net nog even een chocolaatje naar binnen gewerkt. Maar goed, het is nou niet dat ik denk, Kjell, je moet afvallen. Wanneer dat wel het geval gaat zijn dat ik dik word van het eten, dan dat zeker even niet doen. Maar ik heb net nog even gewerkt trouwens. Mailtjes beantwoord. Nieuwe banner ben ik mee bezig. Een nieuw eigen logo aan het maken. Ik ben nog niet tevreden, dus ik ga er nog lekker mee bezig. Moet ook niet in één dag af zijn. Ja, ik sportte. En vanaf perfecte plaatje. Toen. Ik heb lekker gedoucht. Het is hier super donker. Ik ga lekker perfect het plaatje kijken. En mijn vriendinnen kwamen nog even langs. Om gourmet en zo al dat eten te brengen. Want dat gaan we dus bij mij doen. Dus we hebben alles in de koelkast gepropt. Ik heb nog niet eens gegeten. Het is 8 uur. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik heb hier zo'n dikke pakkel. My god. Ondertussen doe ik even een lipstift op. We hebben school tot 4:15. Van 8:30 tot 4:15. Dus 6 uur bed geweest. Gegaan. Ik laat jullie zo van mijn outfit zien. Ben ik aan het prutsen? Niet te doen. Ik draag mijn Get Off My Back trui van de H&M. Mijn glitterbroek. Al zie je dat op beeld, zie je het helemaal niet mooi glitteren. En mijn moeswandelaarsjes. Want het is vandaag -2 of zo, weet ik veel. Goed, ik ga er vandoor naar school en naar Lily. Niet kledingwinkel. Naar papa. Dus dat wordt heel gezellig. Oké, okay, ik heb hem aan, de broek. Hij is alleen veel te groot. Kijk. Oh. Wacht. Hij is zo tof. Ik vind het zo cool. Deze is ook zo mooi. Dus ik ga deze even passen. Zo tof. Maar ik doe hem niet. Floor denkt, ze gaat los. Ik heb deze velvet groene broek. Je ziet het helemaal niet goed, maar het is echt heel mooi dat kerstkleurige broek. Echt groenig. Dit glittergroene jurkje. Een broekje. En een velvet jasje met knoop. Dus ga ik even passen. Oh my god, hij zit perfect. Hij zit zo lekker zacht. Alleen de broek is iets te lang. Misschien met laarsjes niet. Hij is echt mooi. Deze dus bij Lily te koop. En Mki. 50 euro voor deze mooie broek. Deze wil ik. Hier ga ik echt in leven. Alleen met schoenen past die misschien net. Kijk zo wel. Oeh, love it. Hij past perfect. Kun je dat zien? Kijk. Nou, echt net. Deze broek is ook zo mooi. Echt niet normaal. Ik heb gewoon even een hemdje aan. Nou, ik zie je het niet hoor. Misschien net iets te laag. Waar ben ik?
Wel heel mooi. Prachtig. Deze is ook mega leuk. Dit zit dan met een knoopje. En gewoon zo. En dan is het echt super zacht velvet. Ik vind het zo leuk. Misschien nog iets openen en dan met een mooie ketting of zo. Ik vind het super, super leuk. Deze is ook mega mooi. Het is echt niet normaal. Ik krijg hem alleen niet dicht. Maar het is echt mega mooi. Zit hier alleen een onderjurkje? Ik kan echt niet kiezen. Nou jongens, ik ben thuis. Ik dacht, ik ga even lekker een plekje creëren hier bij de kerstboom. Ik heb een pakketje binnengekregen. Geen idee van wie of van wat of whatever. Ik laat jullie eerst even zien wat ik bij Lily heb meegenomen. Echt heel mooi. Deze broek heb ik uiteindelijk gekozen. Ja, die zat gewoon echt perfect eigenlijk. En dat heb ik nooit. Hij is dus bij Lily te koop van de Lofies. Ik heb een maatje S. Het kaartje was af, maar het, volgens mij was die 40 euro. Super mooi ook van kwaliteit. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En dan heb ik deze broek gekozen. Want ik ben hier gewoon helemaal verliefd op. Dus dit groene broekje. Je kan het eigenlijk helemaal niet goed zien in dit licht. Ik laat het zo even beter zien. Deze is ook van Lily. Van het merkje Colorful Rebel. Ik heb een S en deze was 60 euro. Nee, 50 euro. Deze was 50 euro. En als laatste heb ik daar nog een heel leuk toepasselijk scrunchie bij gehaald. Hij is echt super mooi. Ook dezelfde kleur groen bijna wel. Ook een beetje een ripstofje en flared. Of flared, what the fuck. Velvet. En deze was maar, deze was volgens mij 3 euro. Kijk. Dit zijn de kleurtjes. Heel erg mooi. Zo, en dan gaan we nu dit pakketje unboxen. Ik zou echt niet weten wat het is. En het was echt timing, want de PostNL die stond er tegelijk toen ik aankwam. Want anders was het, had ik het pakketje gemist. En ik heb ook een ander pakketje gemist. Want ik zag in de brievenbus zo'n kaartje liggen van... dat weet ik wel wat het is, maar dat zie je nog wel voorbij komen. Maar die heb ik ook gemist. Want ja, er is niemand thuis en ik moest gewoon naar school. Maar er stond bij dat ze nu morgen gaan leveren. Maar morgen heb ik turbotheorie. Dus ik ben de hele dag niet thuis. Anders mis ik hem weer en dan komt hij pas maandag binnen. Maar daar heb ik echt zin in. Dat is ook een pakketje, maar dat zie je nog wel. Wat is dit? Oh, ze maken het wel spannend. Kijk. Oh, dit is zo leuk. Oké. Ik heb namelijk van Fashion Flavor ook items ontvangen. Want ik heb een samenwerking met hun. Heel erg leuk. Oké, ik ben echt benieuwd. Ik denk dat jullie haar wel kennen, want zij is Christina. Zij heeft ook een YouTube kanaal en ik mocht in samenwerking met haar webshop wat dingen uitzoeken. Hi Floor, super leuk dat we een samenwerking aangaan. Ik hoop dat je blij bent met de items. Heel erg benieuwd naar je content. Hashtag my fashion flavor. Liefst hartje Christina. Oké. Oh my god jongens, dit is echt te cute. Echt te lief ingepakt. I can't. Ik heb als allereerst deze handschoenen van One Size gekregen. En het is heel erg mooi. Ik hoop dat je het ziet. Slangenprintje. Oeh, ze voelen echt perfect. Dit is het kleurtje. Deze kant is gewoon zwart, lekker zacht. Dus hier ben ik blij mee. En er zit nog een schattig strikje bij. En dan heb ik hier een super toffe mut. Echt gigantisch zacht. Oh my god. En dan heb ik nog. Het wordt echt een lange vlog zo. Een zebra wrap jurkje. Ja, zo ziet het echt heel raar uit. Maar dat is zo'n heel mooi, jullie weten vast wel wat ik bedoel. Zo'n ding wat je, ja, wat, dat zie je nu helemaal zo wrap. En dan als laatste nog wat sieraden. Ik ga er even snel doorheen. Want jullie zien het wel op mijn Insta voorbij komen. Dit zijn hangers wat ik nu ook in heb. Maar dan met sterretjes eraan. Dan deze. Super mooi. Ik draag namelijk alleen maar zilver vaak. Dus daarom heb ik ook zilver gekozen. Prachtige coinketting. En nu heb ik hem weer. Want mijne was kapot gegaan. Dus hier ben ik ook super blij mee met een zilveren coinketting. Zo, en nu kunnen jullie even in goed licht zien wat het nou allemaal is. Ik ben er echt super blij mee. En ik weet dat ik heel erg verwend word. En daar ben ik natuurlijk ook super blij mee en dankbaar voor. Maar daar werk ik ook heel hard voor. Tenminste, dat probeer ik in ieder geval wel. Tussen mijn studie door. Voor nu ga ik dit even opruimen. Ik moet nog even stories hiervan plaatsen. Oh, dit is echt leuk met die kerstboom. Dit is echt een leuk filmhoekje zo. Oh, ik wil een video opnemen. Maar goed, daar hebben we geen tijd voor. Want ik moet even drinken, want ik droog uit. En ik moet leren, want ik heb morgen theorie. En ik ga s'avonds niet leren. Ja, waarschijnlijk moet dat wel. Ik moet vanavond naar papa. Of moet. Ik ga vanavond naar papa. Dan gaan we expeditie kijken. Blijf ik daar slapen. En ik ga zo nog pizza eten. Oké, jongens, ik heb de oorbellen in. Ik vind ze geweldig. Een groot, lekker rondje met sterren.
Dat is toch helemaal mijn ding. En het is echt perfect. Want normaal zie je bij zulke oorbellen dat deze sterren kunnen schuiven en dit niet. Dus het blijft altijd perfect. En ik heb de coin om. Nou, ik ben echt helemaal blij met deze combi. Dit is echt perfect. Oh, ik heb echt geen broeken. Ik moet echt nieuwe broeken. Echt, Floor, hou je mond. Dit zeg. Jawel, jongens. Ik ben geslaagd. Nu morgen nog. Woehoe. Oh, ik filmde niet eens. Britt versiert de kerstboom. Leuk, man. Heel mooi, hoor. Ga even wat van dichterbij. Kom okay. Maar mee. In de house. Hoe zegt ze dat even? Nou, leuk, hoor. Mooie ballen. In my crib. Heb ik uitgezocht. Jij hebt toch nog oliebollen, papa? Ja. Mag ik die? Ja. Ik ben thuis en ik ben echt moe. Jullie vragen je vast af of ik ben geslaagd. Oké, ik moest om 4:15 op bed. En toen was ik echt heel moe. Dus ik zie er ook niet uit, want ik kon mijn wenkbrauw niet zien. In het donker. Ik heb wat erop geflikkerd. En toen was ik heel moe. En dat zie je ook wel. Wat stinkvoeten. Hoezo? Ik heb geen stinkvoeten. Jij hebt stinkvoeten. Dat ben jij. Oh, echt wel. Ja, klopt. Oké. Okay. En ik doe zo even andere sokken. Oké. En toen hadden we letterlijk van 7:15 tot 2:00 non-stop theorie. Met 3 keer 5 minuten pauze. Nou, dus ik ben helemaal moe. En toen gingen we naar het CBR en toen gingen we examen maken. En toen was ik bijna als laatst. En iedereen kwam terug, geslaagd. Ik dacht, nou, ze zien dat ik niet doe. Maar ik ben wel geslaagd. Woehoe. Dan moet je wel even meefeesten. Nou ga ik patat eten en drinken, want ik heb honger. En ik had maar 2 fout. Dus dat wil ik even zeggen. Nu gaan we zo even eten, want ik kan het niet meer aan. Dit licht, wow. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend, 6:00. Ik moet werken. Ik eet zo even lekker mijn eten op. Tot 3:00, want vanavond komen hier vriendinnen. En we gaan lekker gourmetten en loodjes en leuk en gezelligheid. Dat wordt helemaal leuk. En daarom ben ik tot 3:00, want dan kan ik alles alvast klaarzetten. Mijn haar wassen, douchen, gourmetstel neerleggen, alles gewoon mooi versieren en zo. Daarom ben ik tot 3:00. Dus daar heb ik eigenlijk wel zin in. En niet gelijk zo'n hele dag. Ja, het is nog steeds wel een lange dag. Van 7 tot 3. Maar je hoeft niet gelijk tot 5. En ik, de wekker ging. Ja, ik sliep nog echt gewoon vol. Zo verschrikkelijk. Maar ik ben ook echt moe. Zo jongens, ik ben thuis. Oh, zie ik eruit, hè. Je handen ruiken echt naar kratjes en dingen. Oh, ik vind het zo vies. Dus ik ga zo lekker douchen. Maar ik ben ook echt net thuis. Ik moet naar de zee. Maar ik wou even dit laten zien. Want ik heb allemaal dingen gekregen. En ik dacht, I'm gonna show you. Hier zie ik hier een kaartje. Geen idee. Ah, wat lief. Dat is van Marit. Oh, echt zo'n lief kaartje. Heel erg lief. Die heb ik van Marit. Wat is dit? Oeh, ik moet met kerst en zo ook werken. En er staat, op deze dagen verzorgen wij een kerstbrunch. Dus ik hoef geen lunch mee te nemen naar je werk. Deed ik sowieso al niet. Ook als je niet werkt, mag je aanschuiven. Lekker, man. Oh, hij raakte mijn neus. Ik wil misschien vanavond nog mijn haar verven, want ik ga dus gourmetten zo met vriendinnen. Op mijn haar verven, wat de fuck zeg ik? Ik bedoel, mijn haar krullen. Oké, ik heb namelijk ook een kortingscode voor jullie en die ga ik nu opzoeken. Oké, met de code FLOOR15 in hoofdletters kunnen jullie 25% korting krijgen op het hele assortiment. Tot en met 12 januari 2019. Dus 25% korting met mijn code op de volgende items die nu volgen. Het is dus van K-Statistic, van dit merkje. En daar heb je dus hoesjes en zo. Allemaal mobiele dingen. Oh, zo mooi. Oh my god. Dit is een grijs-zilverige panterprint hoesje. En Budfirst champagne met witte letters in een doorzichtig hoesje. Hoe leuk is dat? God, dit is leuk. Budfirst champagne. Wel een vloerhoesje. Het voelt heel stevig en lekker. Hij zit echt dondersgoed eromheen. Oké, chill. En het laatste hoesje. Hoe leuk. Love it. En hij zit echt perfect. Verder ga ik me nu omkleden. Ik ga kleding klaarleggen voor vanavond. Alles mooi maken. En mezelf mooi maken. En mijn haar wassen. Want het is vettig. Goed, ik laat jullie nog even mijn outfit zien. Ik heb net gedoucht. Ik heb even knot in mijn haar. Want het is nog helemaal nat. Ik draag deze jurk, tuinjurk ding van Lily. Dit is het glitter shirtje. Die vond ik er heel erg gepast bij. Onder de coin ketting is van Christina van Fashion Flavor. En mijn laklaarzen van Boohoo. En dit is het outfitje. Ik vind hem heel erg leuk. Alleen je ziet de glitters natuurlijk niet. Met dit licht. Maar hier wel. Kijk.
slittas. Dus ik vind het een leuk outfitje. Ik ga me zo even lekker klaarmaken. Maar eerst even alles hier opruimen. En ik ben echt verliefd op deze laarsjes. Zo, ik ga me nu even klaarmaken. Mijn haar is net een beetje droog aan het worden. En ik ga me nu lekker klaarmaken. Maar ik wil even het laten zien. Want ik was bezig met beneden alles mooi maken. Komt Marit opeens langs met dit. Kijk dan. Heel Milka pakket, omdat ik mijn theorie heb gehad. Hoe lief is dat? Echt zo lief. Oh. En Marit komt ook zo. Dus we gaan allemaal een beetje klaarmaken volgens mij. Lisa komt er zo aan. Die gaat me dan helpen. Ik zelf ga me even klaarmaken. Mijn haar stylen. Helemaal leuk. En ik heb honger. Kun je het zien? Kijk. Ik ben me aan het opmaken. Hè? Ik heb die gouden eyeliner op. En hier. Ik vind het echt heel grappig. Lijkt alsof ik mascara op heb, maar dat is gewoon dat spul wat er nog afkomt. Maar het ziet er echt leuk uit. Als je dan een beetje knipt, zie je echt van die glitters met een kleine wing. Ik dacht echt, nou dat doe je toch niet zo snel op, weet je wel. Misschien met kerst wel, maar ik weet niet of ik dat zou doen. Maar ik vind dit echt een schattig effectje geven. Ja, mijn basis zit erop en mijn oogschaduw ook. Dus ik doe even nog mascara op. Even hier een eyelinertje en dan mijn haartjes. Zijn we klaar? Check het verschil. Dit is gesteld en dit niet. Pluis gaan dik. Kijk, alles staat klaar. Of nou ja, alles. De basis. Straks komt de tafel helemaal vol met eten en drinken en whatever. Dus dat is helemaal top. En er komt nog een extra gourmetstel bij, maar neemt de andere vriendin mee. Dus dit is hoe het nu is. Het is niet goed. Woehoe. Goedemorgen, zoals jullie zagen sneeuwt het en het gaat zo ook weer weg en dat vind ik niet zo leuk, want voor mij mag de hele dag sneeuwen, met kerst vooral. Maar ja, het wordt volgende week alweer 10 graden, echt, dat je denkt, huh? Ik zal even laten zien wat ik gisteren allemaal heb gekregen en ik doe het gewoon even door middel van een foto, omdat ik te lui ben om het te laten zien boven. Ik heb dit gekregen met Loos, echt zo leuk. 2 geurkaas, een haarmasker, omdat ik zo vaak mijn haar kleur. Douche dinges. En een masker. En het is echt zo leuk. Ik ben hier zo blij mee. Vooral dat masker. Oh my gosh. Ik hou van maskers. En toen ging ik naar boven. En toen was het gewoon heel gezellig. En toen op een gegeven moment ging natuurlijk iedereen weg. En toen ging ik naar boven omkleden en zo. Zag ik dit staan. Dus ik dacht, wat is dit nou weer? Hadden Lisa en Lisa ook nog mij wat gegeven. Als cadeautje, als onverwachte iets. En dat waren 2 kaarsen met glitters. Echt zo tof. En echt zo lief. Van die sterrenoorbellen. Maar echt heel onverwachts en lief. Gewoon, ik ging naar boven en opeens zag ik iets staan. Dat was echt zo schattig. Dat vond ik echt zo lief van hem. En het was sowieso heel gezellig. Ik vond het echt heel leuk. En lekker gegeten. En we hebben nog met z'n allen schoongemaakt. Ook echt top. Dat was gewoon gezellig. We hadden allemaal een klusje. En we gingen lekker schoonmaken. En de een ging drogen. En de ander ging alles erin doen. Het was gewoon helemaal top. Want dat scheelt mama ook weer werk. Dus oh, top, 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 top. Floor, hou er mee op. Vandaag een leuke dag. Echt zo'n leuke dag. Ik heb er zoveel zin in. Oh my god, ja. Ik moet even opschieten trouwens. Ik ga, want het sneeuwt. Ik ging sowieso al. Eerst met Laurens. Gaan eerst foto's maken. Want ik heb heel veel campagnes. Echt. Oeh. Oh, niet over nadenken. Geen stress. Ik heb heel veel campagnes. En daar moeten we foto's van maken. We doen niet alles in één keer. Want het is veel te veel. Maar gewoon een paar. En toen zei ik. Oh, dan gaan we gewoon de snijver al op. En dan gaan we lekker naar de tipi tent. Want het staat zo'n leuke tent. Schaatsbaan. Helemaal leuk. En het sneeuwt. Perfecte kon ik het niet hebben. Dus het wordt echt topfoto's, hoop ik. Dus ik ga hem zo even vlieken. Oh ja, dat wil ik nog zeggen. Ik moet nog even een huiswerkopdrachtje doen. En inleveren. Kut, dat moet ik echt nog doen. En ik moet nog douchen. Alle cadeautjes voor vanmiddag in de tas doen. Zo, de knet. Ik moet even weer mijn wenkbrauw weer. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. Zo, ik ben klaargemaakt. Voor ik vraag ga krijgen deze oorbellen van Fashion Flavor. En ik laat jullie even zien wat ik aan heb. Laurens kan er straks aankomen, dus dan ga ik ook lekker vandoor. Ik heb mijn ogen ook weer opgemaakt, vind ik wel leuk. En ja, let's show it to you guys. Ik draag deze broek van Lily met deze mooie ruitjes. Dit topje is van Chiquelle. Deze coin necklace is ook van Fashion Flavor. Nou, scrunchie van Ali. En mijn schoentjes van Most Wanted, again, daar leef ik in. Dus ik ben ready en ik ga er nu ook zo vandoor, dus als Laurens er is. Ik neem nog deze muts mee. En deze mee voor de foto. Deze broek is voor de foto. En nog een speciale jas van Dokoto. Die weten jullie wel van mijn vorige week vlog. Een van die 3 neem ik nog mee voor de foto. Ik ga 3 campagnefoto's vandaag schieten. Dus, jee, top.
En ik heb er zin in. Ik pak even die cadeautjes mee. Die doe ik even in de grote tas. En dan gaan we daarna gelijk door naar papa. En gaan we die cadeautjes en zo allemaal doen. Dus dat is gezellig. En ik ga voor deze lange jas. Doelkoetel. Mooi man. Kijk, hier zit mijn zakje. Op, oh, dit licht is echt verschrikkelijk. De kleur. Helemaal leuk. Alle cadeautjes. Allemaal van mij. Allemaal van mij. Van wie is dat mooie creatietje toch? Floor is creatief geweest. Oh, wat leuk. Oh, leuk. Echt niks voor jou. Goed, we laten testen. Dit wordt een gooibak. Ja, een gooibak. Oké, en dit is het eindresultaat. En je raadt het nooit. Ik heb een Gucci geurtje. Brit is helemaal boos. Nee, grapje. Dat is niet normaal, hè? Oké, ik heb het Gucci geurtje. Echt zo blij. Bierpong, altijd goed. Chocola. Een eyeliner van L'Oreal. Vlugel. Oortjes van marmer. Ook heel fijn. En dit. Dus ik ben echt helemaal blij. En Britt heeft de deo en een oorbellen die ik voor haar had gekocht. En die heeft ze ook. En Laurens heeft mijn WKD-fles. Ik wil die. En we gaan rijden voor Vlugel. Nee, die hou ik. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik sluit de vlog af, want de weekvlog is voorbij. Ik weet het, ik heb hier echt een gigantische buis. Het doet zoveel pijn. Heel erg bedankt voor het kijken naar de weekvlog. En tot de volgende weekvlog. En natuurlijk hele fijne feestdagen. Ik hoop dat jullie een leuke dag gaan hebben. En met veel gezelligheid en blijheid. En ik wens jullie gewoon hele fijne feestdagen. Doei doei.